Hoe gaat het tot nu toe met de zenuwen? Ja, ik begin ze nu te voelen, zeg maar. Ja, absoluut. Nou, je kan wel vernemen dat iedereen wat meer op elkaar begint te letten en zo. En dat verneem je wel. Door zo'n groot stadion en als dat dan helemaal vol zit en dan die juryleden die overal op letten. En ja, je moet gewoon alles perfect doen. De frustraties nemen soms wat toe. En dat ze hier en daar wat op elkaar beginnen te fitten. Nou ja, dat is eigenlijk alleen maar positief, want het betekent dus dat iedereen gefocust gaat worden. 1, 2, 3, 4 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en... Nou, lastigste voor de massaparade is dat we een heel groot veld gebruiken. En we gebruiken ook heel veel ruimtes en heel veel erg uit elkaar. En dan is het samenspel echt een grote uitdaging om dat allemaal bij elkaar te krijgen. Zeker als we soms het slagwerk een beetje uit elkaar getrokken hebben. Dat proberen we natuurlijk weer wat te herstellen. Maar dan is het heel moeilijk om de zaak bij elkaar te houden. En qua samenspel, omdat we fietsen heel snel. De ruimte die je gebruikt, het effect van de... Het stadion, dat speelt ook nog eens een keertje mee, maar om het allemaal onder elkaar te krijgen, dat is echt een grote uitdaging. En dat moeten we heel veel doen.